Julius Blik, gefeliciteerd met de overwinning in de koker. Ja, dankjewel. Daar ging het om vanavond, dus dat is gelukt. Ja, je mocht invallen. Soms tegenman wist het niet vaak. En dan zit je de laatste week op de bank. Hoe is dat dan? Ja, natuurlijk. Ik ben een sportman. Je wil graag spelen. Maar wanneer je erin komt, moet je zorgen dat je scherp bent en fit bent. Ja, dat heb je de laatste paar keer laten zien. Dat doe ik met name op de vriendschappelijke wedstrijd tegen Sparta. Toen stond je er. Hoop je stiekem op meer? Ja, natuurlijk. Ik denk dat je altijd hoopt op meer. Want daarvoor ben je uiteraard gekomen. Maar goed, als het er even niet in zit, moet je hard werken om daar wel te komen. Ja, dan zie je natuurlijk de ploeg die wint. Ja, binnen het team wordt niet vaak gewisseld. Hoe ga je daarmee om? Dat vraag ik me dan af als speler. Ja, nee, dat is ook logisch. We staan bovenaan. Dus als de trainer geen reden heeft om te wisselen, dan wisselt hij niet. Dat lijkt me ook logisch. Hoe je daarmee omgaat is, je moet gewoon zorgen dat je op trainingen dan laat zien dat je er klaar voor bent. En met de wedstrijden, met de belofte. En ja, wat ik zeg, wanneer je invalt moet je zorgen dat je er staat. En je stond er vandaag? Ja, dankjewel. Was dat lastig? Nee, als ik erin kom, dan doe ik 100% en dan ga ik er vol voor. En heb ik vanavond denk ik ook gedaan. Ik had niet verwacht, omdat Jeroen die ging ineens aan de kant. En toen moest ik invallen, maar dan moet je gewoon zorgen dat je scherp bent, dat je fit bent. En dat was ik. Ja, dat was je zeker. En dan win je met 2-0. Zo op het oog, makkelijke overwinning. Ja, goed. Het is wel een belangrijke overwinning. Want dat hadden we met elkaar afgesproken, dat we in de koker willen zitten voor de volgende ronde. En dat is gelukt. Dus ik denk dat dat positief is. Ja, dan ga je in die koker. En je zegt al, we hebben met elkaar afgesproken. En dan wordt er ook over gepraat van als we erin komen, of na afloop. Ja, we hopen wel op. Nee. Vooraf hebben we het alleen maar over dat we eerst daar in de koker moeten komen. En nu kun je natuurlijk zeggen van waar hoop je op? Maar dat zullen we wel zien. Dat zullen we wel zien tegen wie we loten. Ja, ik wou bijna zeggen tegen je oude clubje, maar volgens mij zijn die eruit. Ik weet niet wat ze gedaan hebben. Laat ik het ook nog niet zeggen, maar ik zag in ieder geval dat ze achter stonden. Maar goed, die overgang van Dordrecht hier naartoe. Hoe is dat tot nu toe bevallen? Ja, het is tot nu toe goed bevallen. Ik voel me hier thuis. Ik heb het goed naar mijn zin. Leuke teamgenoten, goede groep. En we werken hard met z'n allen. En het bevalt goed hier in Deventer. Ja, en de supporters gaan nog veel van je horen? Ja, zeker. Het seizoen is nog lang dus? Nee, het seizoen is lang. En ik zorg dat ik gewoon klaar ben wanneer ik de kans krijg. En wanneer ik moet staan, zal ik er staan. Wens ik je heel veel succes bij. Dankjewel. Hey, ik spreek je.